Yo, Lightjes. Ik heb net aangifte gedaan bij de politie. Het is vandaag 22 september 2021. Ik ben nu in Amsterdam. Ik heb net even bij een vriend eventjes een box afgeleverd. Maar even over de aangifte. Ik had vorige week aangegeven dat ik een aangifte zou doen. Nou goed, ik ben daar 2 uur geweest. En er is aangifte gedaan van identiteitsfraude en smaad en laster. En de daders die... Die zullen daarvoor ook aansprakelijk gesteld worden. En die zullen verhoord worden. En een van de daders, dat is wel leuk om te vertellen, dat is Instagram gewoon. Facebook. Die werkt namelijk mee aan identiteitsfraude. En dat is nu echt daadwerkelijk ook bewezen dat ze dat doen. Het hele verhaal is dat zij mijn accounts weghalen. En andere accounts waar mijn naam wordt gebruikt met nepfoto's of van foto's van mij wat niet eens mag. Dan kunnen we 100 keer rapporteren, maar dat wordt niet weggehaald. Dus, en dat is medeplichtigheid en zelfmedewerking. En eigenlijk is het gewoon identiteitsfraude. Want mijn account kunnen ze wel weghalen de afgelopen maanden. Maar dat account, dat laat ze gewoon online staan. Waardoor op het moment dat ze mijn account namelijk als BN'er weghalen, dan worden mensen naar dat andere account geleid. Waardoor ze tegelijkertijd ook meewerken aan smaad en laster. En... We hebben dus de tijd gegeven om het weg te halen. Ze hebben de arrogantie waarschijnlijk dat ze denken dat er hun niks kan overkomen. En die arrogantie komt duur te staan. En dat is eigenlijk het enige wat ik tot zover daarover wil vertellen.